Kijkers nemen afscheid van eigen huis en tuin. Punt. Na 27 jaar is er gisteravond echt een einde gekomen aan eigen huis en tuin als zaterdagavondprogramma. Hoewel RTL nog altijd stug blijft volhouden dat het programma in een vernieuwde vorm terugkeert, kijken fans toch met een lach en traan terug op de show. Ruim 677.000 kijkers zaten zaterdagavond voor de buis voor de allerlaatste aflevering van Eigen Huis en Tuin in de huidige vorm. Met een fles champagne sloten de huidige presentatoren Tom Groot, Thomas Verhoef en Evelien Struik het seizoen af. Heel erg bedankt voor het trouw kijken en de lieve berichten op social media. We gaan jullie missen, lieve kijkers. Er volgt daarna nog tot gauw, maar de vraag blijft in welke vorm het klusprogramma terugkeert en op welke termijn. Die onzekerheid voelden niet alleen de presentatoren maar ook de kijkers. Op Twitter wordt er met een lach en traan gereageerd op de laatste aflevering van het klusprogramma. Toch een stukje nostalgie dat zojuist na 27 jaar stilletjes van de buis is verdwenen, reageert een twitteraar. Ik vind het zo stom dat RTL eigen huis en tuin van de buis haalt op de vertrouwde vooravond van de zaterdag. Stom. Lees hieronder meer reacties. Mie.Overbeek, zo jammer de laatste eigen huis en tuin. Iedere week weer genieten wat voor moois ze weer maken. Veel inspiratie opgedaan. Echt zo jammer. Leuke klussers. Heel creatief. Kortom zo jammer dit besluit. Suzanne, dan ga ik nu de laatste eigen huis en tuin kijken. Punt Jaap, toch een stukje nostalgie dat zojuist na 27 jaar stilletjes van de buis is verdwenen. Manu, ik vind het zo stom dat RTL 4 eigen huis en tuin van de buis haalt op de vertrouwde zaterdag vooravond. Stom.